Donderdag 23 november zat Fort Altena afgeladen vol met ondernemers uit Altena. Voor het eerst werden de Altena Biz Awards gehouden. De genomineerden voor de categorie Ondernemer van het Jaar waren Johan Hanegraaf van Oedelmans Plastic uit Genderen, Henk Schouten van Schouten Europe uit Giessen en Peter van Ballengooien van Albert Heijn Sleeuwijk. Tromgeroffel. De winnaar van de eerste Biz Award Altena 2017 in de categorie Ondernemer van het Jaar, dat is meneer Johan Hanegraaf. Kijk u deze uit. De Biz Awards Altena gewonnen. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Mooie prijs. Hele verrassing. Ja, dus, dat blijft altijd spannend zoiets. We weten natuurlijk waar mijn bedrijf mee bezig zijn, maar als je kijkt, die andere twee kandidaten zijn gewoon drie prachtige bedrijven. Ja, dan is het gewoon fijn als je uitverkozen wordt. Dus, En dan uit Veghel, maar ondernemend in Altena. Hoe is dat? Nou, laat ik zo zeggen, ik loop hier al meer dan 25 jaar rond, dus ik voel me al behoorlijk thuis hier. En wat doet Oedelmans Plastic nou in Altena? Nou, Oedelmans is vroeger ooit met zijn bedrijf in Genderen begonnen. En daar zijn we dus in de jaren 73 begonnen met folie produceren. En dat in 97 hebben we een fabriek overgenomen in Giessen. Dus daar zijn we flink gegroeid en door de jaren heen ook bedrijven overgenomen elders in het land. Dus we zitten inmiddels nu op 7 locaties in Nederland. We hebben zo'n 600 mensen aan het werk die allemaal flexibele kunststofverpakkingen maken. En eigenlijk kan ik wel zeggen dat elke inwoner van Nederland elke dag wel een product van ons in zijn handen heeft. Of het nou een broodzakje is, of een verzendenvelop, of snoepjes van Haribo. U komt ons overal tegen. En wat is er dan zo bijzonder om in Altena te zitten? Nou, laat ik zo zeggen, het is historisch is het hier gegroeid. Wat wel bijzonder is, is dat de cultuur, de mentaliteit van de regio gewoon heel goed is. Mensen die willen gewoon werken. We hebben heel veel mensen heel lang in dienst. Dus als je zegt van nou, als je ergens in het land wilt zitten, dan denk ik dat het land van heus en al de arbeidsmoraal, de mentaliteit is gewoon heel erg goed. Dus, En nu hebben ze vandaag ook een award gegeven aan het jonge talent, het opkomende talent. Wat wil je hun als tip meegeven? Als je start met een bedrijf is natuurlijk altijd de financierbaarheid van de ideeën. En ze zullen best wel goede adviseurs hebben. Maar op een gegeven moment als je een bedrijf hebt, je start een bedrijf, moet je zorgen dat je een paar goede mensen om je heen hebt. En die heb ik ook hoor. Dus ik bedoel, ik leid inmiddels een bedrijf van 600 medewerkers. Maar ik heb ook goede mensen om me heen die me weer een stapje verder helpen. En dat is de uitdaging van de startende onderneming. Want hoe kan ik mijn ideeën financieren? En ja, dan moet je gewoon hulp bij inroepen. Dus, En nu vanavond nog lekker een borreltje erop drinken? Zou best kunnen. Ik heb tot nu toe aan een spa rood gezeten, maar wie weet. Was het voorzitter van de jury, was het een zware taak? Meer dan zwaar. Het was echt meer dan zwaar. We hebben een heidens karwei gehad. Gelukkig hadden we goede criteria meegekregen. Hebben een goede methode aan kunnen hangen om een uiteindelijke winnaar te kunnen kiezen. Maar als je me van tevoren had verteld dat het zo moeilijk zou worden, dan had ik je niet geloofd. Renze zei al dat het een soort van fotofinish was voor het opkomende, het jonge talent. Hoe was dat dan bij de ondernemer van het jaar? Ja, exact hetzelfde. Op een gegeven moment moesten we zelfs met halve punten gaan werken om toch het onderscheidend vermogen onderling ergens zichtbaar te maken. Dus nee, dat was zeker niet minder, eerder meer. En vanwaar nu de keuze voor Johan? Alles wat je in zijn bedrijf ziet klopt. Tot in de finesses. Zijn financiële sturing, zijn uitwerking van zijn visie, zijn strategie, de marketing, hoe dat hij dat oppakt. Dat het op een vernieuwende manier is. En dan in een markt als de plastic, hij noemde het net zelf al, toch duurzaam bezig te zijn en innovatief bezig te zijn. Ja, dat is wel een prijs waard, vonden wij. Ze worden altijd tweede, vandaag eerste. Ralf Vermeulen, John van Bobsel. En we hebben een hele mooie waardecheck ter 4000 euro. En natuurlijk het juryrapport, dat geven we jullie ook heel graag mee. En we hopen dat het talent wat jullie hebben laten zien, dat de komende jaren zijn uitrol mag krijgen. Wij hebben uiteindelijk, hebben zon en wind, dat kennen we allemaal. Waterkracht was uiteindelijk de eerste duurzame energiebron.
En die duurzame energiebron die hebben wij eigenlijk opnieuw leven ingeblazen. We hebben een installatie ontwikkeld die energie opwekt uit vallend water. En een installatie ontwikkeld die energie opwekt uit vlakstromend water. Dus waterkracht, de witte steenkool van vroeger, zoals men altijd zei. En hoe is dat nou om te ondernemen binnen Altena? Wij dachten dat we eigenlijk niet zo heel bekend waren binnen Altena. Dus we waren eigenlijk best wel verrast toen we hoorden dat we genomineerd waren. De wethouders die we nou net gesproken hebben, die zijn wel van plan om het een en ander met ons te gaan doen. Of in ieder geval de mogelijkheden te gaan bekijken. Dus ja, hoe is het om te ondernemen binnen Altena? Wij komen alle twee uit Altena. Tenminste binnen Altena. Dus ja, voor ons voelt het hier eigenlijk prima. En wij doen hier vanuit hier onze zaak. En ja, dat bevalt eigenlijk prima. Ja, heel veel jonge talenten waren er genomineerd. Maar er zijn er uiteindelijk een paar doorgegaan naar de laatste ronde. En de winnaars in dit geval John van Boksel, Ralf Vermeulen. Het klinkt heel eenvoudig, een waterrad. Maar het is echt een hoogstaande technologische ontwikkeling. En hoe komt zo'n jury dan tot die conclusie? Dat is heel complex, maar wat we gedaan hebben, we hebben in elk geval alle openbare bronnen geraadpleegd. We hebben ze laten pitchen, we hebben een interview met ze afgenomen en een bedrijfsbezoek. Ja, en dan ga je met elkaar wikken, wegen en beoordelen. Maar het was echt een nek-aan-nek race en bijna een fotofinish. Zo close was het. Vanavond zijn de Biz Awards geweest in Altena voor de eerste keer. Hoe is het bevallen? Ja, buitengewoon. Bijzonder, fantastisch. Natuurlijk een geweldige opkomst. Geweldige kandidaten. Ja, ik denk dat we terug kunnen kijken op een hele mooie avond. En hoe is dat idee nou zo ontstaan? Nou, uiteindelijk zaten Piet en ik samen op het terrasje. En Piet riep op een gegeven moment iets over ondernemersverkiezing. En dat is eigenlijk het allereerste prille begin geweest. Toen heb ik contact gezocht met Henry, omdat wij toen samen in het ondernemend Altena verhaal zaten. En zo is stapje voor stapje de bal gaan rollen. We hebben Peter Vos erbij betrokken als mediaman. En Nicole als duizendpoot. Onze correctie ook wel en aanvulling. En daar, zo is dit team ontstaan. En één team, één taak. Ik denk dat we daar ook met tevredenheid op terug kunnen kijken. En hoe zijn die ondernemers nou allemaal bij elkaar gekomen hier? Je bedoelt vanavond. Nou, wat we gedaan hebben is een enorme intensieve mediacampagne. Online, offline. We hebben ook de radio ingeschakeld. AFM bijvoorbeeld heeft ook een aantal keren ons voor de microfoon gehad. Ook EFM heeft daar een steentje bij gedragen. We hebben onze eigen media ingezet. Ook het contact heeft daarin bijgedragen. Ja, en verder denk ik ook mond tot mond. Mensen werden enthousiast en hebben erover gesproken. Ja, nogmaals met, ik denk 300 mensen als opkomst. Met dat als resultaat. Dus nogmaals, perfect. De jury noemde het zweten. Fotofinish noemden ze. Hebben jullie dat ook een beetje gemerkt? Nou, wij zijn wat het juryproces geweest natuurlijk op afstand gebleven. Dat is een keuze geweest. Want wij hebben als team, zoals we hier staan, echt ons ingezet voor de organisatie. Er is uiteraard wel contact geweest als het gaat over hoe gaat het bij jullie. Wij hebben een vrij relaxte aanloop gehad. We zijn scherp geweest naar elkaar, we hebben goed overlegd. We hebben heel veel plezier gehad, dat mag ook gezegd worden. Ik denk dat dat ook wel de kracht is van dit team. Dus veel stress, nee, we hadden vanavond zelfs geen lijk in de kast. Top. En nu hoorde ik ergens al roepen volgend jaar. Ja, 22-11-2018, dat wordt hem. En dan kunnen ondernemers gewoon weer naar jullie website mensen aanmelden? Ja, klopt. Ik denk dat zeer binnenkort zal er wel weer een stemknop opengaan. En kan iedereen die bij een bedrijf werkt, dat kan je collega zijn, dat kunnen je vrienden zijn, dat kan je familie zijn. Kunnen bedrijven worden aangedragen. En uit die grote toestroom, we hebben er dit jaar meer dan 100 reacties gehad. Ja, dan krijgen we weer een jury die daar weer uit moet gaan kiezen. En nu zie ik dorstige gezichtjes. Een borreltje drinken nog vanavond? Nou, eentje. Hou jij ze in de gaten dan? Ja, ik drink er eentje. Breng ze allemaal thuis. Okay. Breng ze allemaal thuis? Ja hoor, geen probleem. Dat is afgesproken. Okay, zeg het, daar hou ik ze aan. En dat is de meerwaarde van Nicole. Ja.